Welke gaat het worden? Wil jij nog even bij gaan staan? Nee. Ja, nee. We zitten op een rondje. Slecht nieuws. We zijn namelijk opgelicht. Hallo, goedemorgen. Het is maandag vandaag. Ik heb Yoda net naar school gebracht en het is de laatste week voordat haar vakantie begint. We gaan niet meteen op vakantie. Dus ik heb gewoon nog zoiets van, misschien dat ik nog een paar dingen even wil doen. Die ik eigenlijk had gepland voor na de vakantie. Maar ja, ik weet niet. Ik heb er gewoon zo'n zin in. Ik wil namelijk, heel graag in mijn woonkamer deze muur een kleurtje gaan geven. Ik vind het echt zo erg saai. En ik ben zo erg geïnspireerd door mijn slaapkamer die ik heb gedaan. En we hebben Yola de kamer gedaan samen met de huismuts. Misschien hebben jullie die video gezien. Ja, en nu heb ik gewoon heel veel zin om iets in de woonkamer te gaan doen. Ik moet heel eerlijk zeggen, mijn woonkamer is echt niet helemaal volgens mijn smaak. Dat komt gewoon omdat Bart en ik nooit op één lijn zitten. Betreft onze huisindelingen qua meubels en dat soort dingen. Ik vind de bank persoonlijk heel erg groot. Eigenlijk is alles wat Bart leuk vindt groot, groot, groot. Van mij had hij echt wel tot die rand gemogen, zeg maar. Dat we dan een mooie rand hadden hier. Dus wat ik wil doen om meer een soort niche te creëren, is hier een apart vlak te gaan maken. Net zoals ik in de keuken heb gedaan. Want daar heb je dan echt veel meer een soort aparte keuken. En dat vind ik zelf heel erg mooi. Eerst was alles wit. En dat vindt ook iedereen heel erg mooi dat ik dat heb gedaan. En ik zelf ook. Ik ben er echt heel erg blij mee. Het is magnetisch trouwens. Vind ik echt super leuk. Maar achter de bank wil ik dus ook iets gaan doen. Het loopt hier niet helemaal lekker. Met die muur en dit. Dus ik zit te denken om het schuin te gaan doen. En dan denk ik aan blauw. Maar ik ga zo nog even nadenken wat voor soort blauw enzovoort enzovoort. En of ik er tijd voor ga hebben. Want ik hoor nu dat Jax huilt. Dus ik ga nu Jax halen en voeden. En start with the day. Hallo, goedemorgen Jax. Ben je lekker gezellig vandaag? Oh, lekkere beentjes. Vandaag komt de fysio even langs voor Jax weer. Het is alweer 3 weken geleden, dus we hebben niet zo heel veel afspraken meer. Het is echt nog wel een beetje vanwege de oefeningen voor zijn voorkeurskant. Of in ieder geval een beetje zijn platte achterhoofdje. Dat we daar goed op letten, dat dat wel gaat wegtrekken nog. maar verder, denk ik echt dat het een afrondende zaak is. Zo, we zijn onderweg naar de Gamma voor de verf. Zelfs Bart is mee. We zitten in een leenauto. Bart heeft zijn auto even weggebracht voor een servicebeurtje. Maar we zitten nu in een, wat is dit? Een Audi A4 limousine. Een Audi A4 limousine! Ja, heel mooi stuurtje, moet je kijken. Ja, het is wel een mooi stuurtje. Prima autootje hoor. Het is wel, ik laat hem zo even van de buitenkant zien. Want het is wel echt een hele, heel apart. Want eerst toen ik aan kwam lopen, toen zei ik eel. Die kleur. Lelijk. Ja. Maar toen ging ik er langer naar kijken en toen vond ik, nu vind ik het eigenlijk toch best wel een leuke auto. Een beetje retro feeling krijg ik erbij. Ik vind het wel een vet kleurtje. Ik weet niet, ik vind het een beetje tussen een patserauto en een retro auto in zitten. Een retro vind ik wel leuk. Dat kan je net niet of dat kan je net wel? Ja. Ja, ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk. Ja, toch wel. Hm? Deze enorme spoiler. Het is een beetje hoekig of zo. Nee, dat vintage blue is toch heel erg licht. Dus ik ga nu toch voor de iets mattere blauw. De Blueberry Dream. Deze heeft Yola denk op haar kamer. Retro vibe. Oh ja, die hebben we nog over. Ik vind hem echt super mooi. Ik ook. Ja, we zijn er over uit. It's a wrap. Is dit niet handig in plaats van die tepel? Die compressen. Nou, we hebben dus ook deze plankjes gekocht om de boksen op te bevestigen. Want die staan dus nog steeds op de bank. Dus ook niet zo mooi. En de kleur. Ja, als ik het nu zo zie bij de dingetjes die op de bank liggen, denk ik dat het juist weer heel erg uit de toon valt. Maar ja, we gaan het zien, joh. Dus dit is Vintage Blue en Blueberry Dream. Welke gaat het worden? Nou, die hebben we natuurlijk gekocht, dat weten jullie al. Maar we willen toch nog even... Het is toch ook wel leuk, hè, die rechter. Ja, moeilijk hè? Lastig.
zitten hier lekker samen op tv aan het kijken. Is het leuk, Jax? Ja, Jax vindt het ook mooi. Wauw, zegt hij. Ja. Zo, Jax is in bed. Bart is sporten. Jola is in bed. En ik heb mijn verf outfit aan. Dus excuse me voor hoe ik eruit zie. En ik ga maar eens even een beginnetje maken. Oké, jongens. Ik heb nu dus boven de tafel een stuk afgeplakt. En ik had deze over, maar het is echt kilo. Want het is dus echt nog maar heel weinig. Ik ben heel benieuwd of het genoeg is. Beetje tricky, maar ja, anders koop ik gewoon morgen bij. Het komt wel goed. Ja, maar wat is het voor kleur? Dit is van Jola in de kamer heen. Ja, maar ik vind dat helemaal geen mooie kleur. Oké. Ik doe er wel iets overheen. Het zit ook precies bij die tafel dan, hè? Dus als we die tafel ooit verschuiven, dan ziet het er niet meer uit. Dan kunnen we nooit meer dan... Ga je toch zo weer overheen? Maar waarom geel? Omdat ik dacht dat dat wel leuk was. Het ziet er toch niet uit? Nou, dit is wel leuk hoor. Dat is ook helemaal niet egaal. Kijk, er zitten allemaal ja, droppen. Dat is omdat het helemaal niet goed ging. Oh, schatje. Was het, je had me al overtuigd met die muur. Dat is al, daar heb je me al over de steen mee getrokken. Mm-hmm. Dit en dan dat en dan ook nog dat. Het wordt een soort kunstwerk. We maken het maar weer even wit, voordat het Bart wakker wordt. Maar er komt wel nog een kleurtje op. Hij zei, je maakt een Picasso van het huis. Picasso, dat is toch van de kunstenaar? Ja, met allemaal van die vakken en zo. Alleen Picasso is mooi. Oh, alleen Picasso is mooi. Jij bent er één, dame. There we are, bij de bouwmarkt. Snel op zoek naar nieuwe verf. Jullie vragen je vast af, wat doe ik hier? Ja. Nou, we hebben dus vanavond de première van de ABBA film, Mamma Mia. En mijn moeder heeft denk ik niks om aan te trekken. Dus ik ben even aan het kijken of ze iets hebben. Heel bizar. Have I Told You Lately wordt gewoon nu gedraaid. Het liedje van mijn paps. Dit is echt zo moeilijk. We zijn er over uit. Het wordt toch de donkere. Handen weer. Je hebt daar een vette klodder nu, hè? Ja, Hallo, ik ben bijna bij mijn moeder. Ik ben heel eventjes met de OV vandaag. Want bij mijn moeder daar valt niet te parkeren. Die woont helemaal midden in de Jordaan. Maar maakt niet uit. Geeft me wel echt een heel erg lekker vrij gevoel. Ze heeft het al bijna geraden. Ze zei al, we gaan naar de film. Ja. Met het bekende verhaal dat ze haar vader niet kent. Net zoals ik. Dus heel herkenbaar. Zo, we zijn er klaar voor. Op de fiets. Oh, dat gaat niet zo. Woehoe! Hoppa! Mam, ik kan je niet bijhouden. Jezus, dat ben ik niet meer gewend, zo hard fietsen door de stad. Nee.
foto's aan het kijken die we gemaakt hebben. We hebben een heel mooi plekje, maar het is een beetje duidelijk dat we aan de late kant waren. Want we zitten op een randje. Maar wel heel fijn. Het is een mooie bioscoop. En zoals Yoda zou zeggen, biblioscoop. Als de wiede weer gaat, terug naar huis. Ik heb namelijk wel geprobeerd te koffen tussendoor, maar dat was echt dramatisch. Blijkbaar lukt dat niet wanneer ik het echt een beetje gehaast probeer. Het was wel heel gezellig en leuke film trouwens. Echt, ja, de liedjes, daarvoor moet je gaan. Je moet van de liedjes houden, hè. Als je niet van de liedjes houdt, dan moet je natuurlijk niet naar die film gaan. Het is wel echt een musical-achtige film. Hey, goedemorgen. Daar ben ik weer. Gisteravond was abrupt de leuke avond geëindigd voor mij. Want ik kwam thuis en toen had Bart slecht nieuws. We zijn namelijk opgelicht. En dat komt omdat Bart had zijn laptop op Marktplaats gezet. Hele goede Windows laptop. Voor 1200 euro stond hij erop. En deze meneer die kwam halen. Bart wil namelijk heel graag die HP Spectre kopen. En dat zou hij dan met dit geld gaan doen. Maar helaas, die man die heeft dus geld overgemaakt. Leek. Dat laat zien op zijn telefoon. Blijkt dus, daarom wil ik dit ook echt heel graag met jullie delen. Dat jullie dit allemaal weten. Blijkt dus dat er een nep app is. Bij criminelen. Waardoor het lijkt alsof ze gewoon echt hun geld hebben overgemaakt naar jou. Maar dat is dus gewoon vette bullshit. Natuurlijk had Bart dit beter kunnen controleren en zo. Maar ja, Bart is nogal van een goed vertrouwen. Het is gewoon gebeurd. Bart is nu als een malle overal achteraan aan het gaan. Alles aan het blokkeren voor de zekerheid. Want, aangifte doen. Bellen met de bank. Marktplaats. Ook heel vreemd dat diegene al 6 jaar actief was op Marktplaats. Dat gewoon kan. We hebben wel zijn foto, want hij heeft hier aangebeld. Maar ik weet niet of we daar iets mee kunnen. We zijn allerlei dingen aan het nagaan. Dus dit is gewoon echt heel erg... Gewoon voor 1200 euro opgelicht, jongens. Gewoon weg. Bizar dat zo iemand in je huis is geweest. Je kinderen heeft aangekeken. Hij heeft later, toen hij de factuur niet binnen 10 minuten gemaild kreeg... Heeft hij ook nog echt bedreigingen gedaan. Echt schrikbarend. Schrikbarend of soms om erachter te komen hoe sommige mensen iets kunnen doen. Het is gewoon echt niet normaal. Maar goed, in de volgende vlog vertel ik jullie hoe dit verder is afgelopen. En dan zie ik jullie dan. Niet vergeten te abonneren en dank jullie wel voor het kijken naar deze vlog. Doei! Rock that joint.